Het zou mooi zijn als we DK zouden winnen. Dan zal mijn hart zeker sneller gaan. Iemand die in het begin van mijn carrière mijn hart sneller heeft doen slaan. Dat is iemand waar ik heel veel naar opkijk, is mijn opa. Was elke wedstrijd daar uit of thuis. Me ook vaak naar de trainingen gebracht. Dus dat is toch wel iemand die me nauw bij het hart ligt. Iets in de muziekwereld dat mijn hart sneller doet slaan. Iets gelijk Tomorrowland vind ik ook wel top om eens naartoe te gaan. Dat is ook wel een andere wereld, zeg maar, waar je hart ook al wat sneller van gaat. Dingen in mijn carrière waarvan mijn hart sneller gaat. En natuurlijk een doelpunt scoren, dat is het leukste wat er is. Nu onlangs nog was de eerste wedstrijd terug met fans tegen Manchester City waar ik scoor. En dat was toch weer een speciaal moment na een lange tijd zonder fans. En dat zijn toch de momenten waar je voor doet. Iets op tv wat mijn hart sneller doet slaan is de serie La Casa de Papel. Dat heb ik toch wel vrij intens gevolgd, dus dan leven we daar wel in mee. En dan heb je toch soms momenten dat je hart wel wat sneller gaat. Iets dat mijn hart eenmaal sneller heeft doen laten slaan is de geboorte van mijn zoontje. Dat was het moment in mijn leven waar ik toch heel fier op was. Dingen waarvan mijn hart sneller gaat slaan in de toekomst. Het zou mooi zijn als we DK zouden winnen. Dan zal mijn hart zeker sneller gaan. Ik ben Leandro Trossard en ik ben Rode Duivel.